En we staan hier op dit moment in Egmond bij Kledingbank Noord-Holland Noord, voorheen Kledingbank Egmond. En wij hebben een aantal weken terug elkaar gezien vanwege een inzameling die jullie gedaan hebben in Heiloo voor de voedsel. Uitgiftepunt. Uitgiftepunt, precies. En ik wil weten, is het een beetje succes geweest? Ja, het is overweldigend. We begonnen om 10:00. Om 9:30 kwamen de eerste mensen al met spullen. En dat is eigenlijk in één keer doorgegaan tot 12:00. We hebben 2 aanhangwagens vol met eten. Ook wel met kleding, maar hoofdzakelijk eten gekregen. En ja, dat varieerde van tonijn en zalm naar koffie. Naar, noem het allemaal maar op. Heel veel non-food ook. Heel veel badschuim, shampoos, douche, gel. Nou, het was echt. Wij waren helemaal ondersteboven eigenlijk. Er is ook een mevrouw geweest en die hebben met 2 stellen hun energietoeslag omgezet in eten. Dus die hebben de halve Lidl leeg gekocht volgens mij. Nou, weet je, dan krijg ik kippenvel. Ik was helemaal stil eigenlijk en dat gebeurt niet vaak. Dus jullie zijn er wel blij mee dat er gebeurd is. En wat we hier zien, is dit dan een gedeelte wat er allemaal in Heiloo is opgehaald? Ja, dit is een gedeelte wat er in Heiloo is opgehaald. Nou, hierachter zie je nog allemaal bananendoos staan. We kunnen het niet kwijt op de schappen. Dus dat moet allemaal nog, als de schappen wat leger raken, dan gaan we dat weer aanvullen. We hebben het wel goed uitgezocht op datum, want dat is gewoon heel belangrijk. En nou ja, als we deze kant omlopen, dan kan je in de schappen zien wat er allemaal binnengebracht is. Het is echt, het is niet normaal. Het is gewoon, wat kan ik zeggen? Kippenvel. De mensen hebben zo met ons meegeleefd. En ik denk dat de mensen ook bewust zijn dat mensen ook, dat iedereen gewoon eten nodig heeft in Nederland. En dat is gewoon het punt momenteel. Want er gaan zoveel kinderen ook bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school. Ja, dat mag toch niet gebeuren. Dus, krijgen jullie nog veel aanmeldingen? Ja, wij krijgen heel veel aanmeldingen. Ik denk dat we tussen de 10 en de 15 per week zitten. En dat zijn dan gezinnen. Hè? Dat is niet per persoon, maar echt, ze schrijven zich in natuurlijk per gezin. En daarvan kijken we ook van, hebben ze recht op voedsel? Dan kunnen ze hier gewoon 2 weken komen. Dan geven ze advies van, joh, jullie kunnen ook naar de voedselbank toe. Meld je aan, want ja, wij betalen dit allemaal uit eigen zak. Hè, nu hebben we dit gedoneerd gekregen, maar we betalen ook veel zelf. En bij de voedselbank krijgen ze het natuurlijk ook, daar hebben ze recht op. En dan kunnen ze daar gewoon naartoe. Oké. En ik zie hier nu allemaal kratjes staan. Wat is daar de bedoeling van? Nou, dit zijn de mensen die vandaag hun eten opkomen halen. Wij maken op donderdag de kratjes klaar. En daar voegen we dan straks nog, als ze komen, brood aan toe, vlees. We hebben verse appeltjes, we hebben verse groenten komen er nog binnen. En dus, ja, weet je, ze krijgen gewoon een lekker pakket mee, zodat ze de week weer een beetje door kunnen komen. En dat is allemaal gratis door jullie eigenlijk gesponsord? Ja. En ja, door heel veel mensen uit Heiloo, maar ook mensen hier uit het dorp vandaan, die gewoon af en toe wat komen brengen. We hebben een Jumbo die gesloten is in Egmond, daar hebben we ook heel veel van gekregen. Ja, het is alleen maar super. We hebben ook van de voedselbank ganzenbord gekregen om uit te delen, Zwarte Pietenpakjes om uit te delen. Ja. En omdat Sinterklaas eraan komt, hebben er 2 dames uit Heiloo een inzamelingsactie gedaan in samenwerking met de Sint Benedictus School in Heiloo. Speelgoedactie. Het is geweldig. We hebben deze tafel nu neergezet voor de mensen om toch hun Sinterklaas cadeautjes voor de kindertjes te krijgen. Want ja, ook de minima viert Sinterklaas op een leuke manier. Dobbelspelletjes kunnen ze prijsjes voor halen, loodjes, noem het allemaal maar op.